Hi, hallo allemaal en wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Lente TV. Ja, in dit programma kom je van alles te weten over het grote lentefestijn in de Julianatoren. Ja, hebben jullie de aflevering van gisteren ook gezien? Ja, onze tuinman Hendrikus Groen was bezig met iets te bouwen en vandaag zou hij laten zien wat. Nou, daarom gaan we gelijk overschakelen naar onze razende Ranger reporter, Cas. Cas, kom erin. Ja, dank u wel, meneer Kaasgraven. Jullie zien het goed. Cas de Ranger, jullie lente-reporter. Het is zover. Hendrikus Groen gaat laten zien wat hij heeft gemaakt. Hendrikus! Hendrikus! Hij komt hoor, hij komt. Hallo. Hallo. Ho. En wat hebben wij achter onze rug? Een lunchtrommel. Een lunchtrommel? Ja, eigen lunchje. Maar je zou toch laten zien wat je vandaag gemaakt hebt? Ja, dat is bijna af. Moet even wat schroefjes aandraaien, wat moertjes vastmaken en dan is het klaar. Dag, hè. Nou, jongens en meiden, we zouden nog heel even moeten wachten, blijkbaar, tot Hendrikus Groen klaar is met lunchen. Oh, ja, ik hou jullie op de hoogte. Nou, ik begin nu toch wel heel erg nieuwsgierig te worden wat Hendrikus aan het maken is. Nou ja, we moeten dus nog heel even wachten. Nou, ondertussen gaan wij gewoon verder met het korte nieuws. Jules en Julia hebben alle twee een verrekijker geknutseld. Niet om er vlinders of vogeltjes mee te zoeken, maar om mee te nemen in de safaribaan. Ze gaan samen op safari. Ga jij ook een keertje mee? Ja! Jongens en meiden, dames en heren, ik sta nog steeds bij de technische dienst. En Hendrikus Groen had beloofd dat het klaar zou zijn wat hij ook gemaakt zou mogen hebben. Maar voor mijn gevoel sta ik hier morgenochtend nog, want hij... Hey, Hendrikus Groen. Vertel, is hij klaar? Hij is klaar. Nou, laat zien dan, ja. Laat zien. Rappapa. Een radio. Ja. Nee, dit is even van. Een muziekje voor de opkomst. Een muziekje voor de opkomst? Oh, let op. Dat is... Oké, en wat gaat er dan nu gebeuren? Cas de Ranger, ik presenteer jou de Robocoop 2000 van de firma Boeren en Lekkerbouten. Wow, kijk, hallo hé, hey, wow. Wat, Hendrikus, je hebt een robot gemaakt. Ja. Waarom? Goeie vraag, hou er van vast. Ja, ik had het namelijk hartstikke druk met al die duizenden bloemen en planten die ik moest verzorgen. Ik dacht, dat kan ik nooit alleen. Dus vandaar, net als mevrouw Suikerspin in de lentefilm, heb ik een robot gebouwd. En dan kan die helpen met harken en lekker water geven. Cas de Ranger. Water geven, Cas de Ranger. Nee, wacht, ho! Die Cas, hij is helemaal nat. Wat grappig. Wel handig zo'n robot. Haha, die Cas. Mevrouw Suikerspin. Luister. Hendrikus Groen heeft een robot. Wat? Gooi die Cas nat. Maar meneer Kaasgraaf, als dat precies dezelfde robot is die ik toen had, dan kunnen er nog wel eens ongelukken gebeuren. Ja, dan kun... De ongelukken? Ja, toen ik die robot had, toen liet hij alle taarten vallen. Hij liet popcorn verbranden. En hij maakte suikerspinnen met zout. Ik zou maar oppassen met dat ding. Maar rustig nou, mevrouw Suikerspin, rustig. Maar dat komt allemaal wel weer goed. Jawel. Ja, jongens en meisjes, dit was helaas alweer Lente TV voor vandaag. Maar abonneer je snel op ons YouTube-kanaal, zodat je de aflevering van morgen ook gewoon kunt zien. Ja, en... Kom natuurlijk naar de Julianatoren tijdens het grote lentefestijn in de meivakantie. Nou, zie ik jullie morgen. Dag!